We zijn vorige week donderdag begonnen met trainen. Hebben wij elke dag een training van 2 uur gedaan en 1 keer een krachtsessie van ongeveer 45 minuten. We hebben veel de bal aangeraakt, veel inspelen, terug dat balgevoel op trainen. We waren blij dat we terug mochten shotten. In de voorbereidingen hebben wij veel gelopen om in vorm te blijven. Maar het is altijd leuker om op het veld te staan natuurlijk. En je ziet ook nu die honger van die gasten, die willen er vol een bak tegenaan. Dus de goesting is er. Ja, goed. Ik ben nu ondertussen 4 jaar op de club en ik heb al wat evolutie gezien, zeker bij de staf. We hebben nu een physical coach, een studiebegeleider. Er staan altijd minstens 2 coachen op het veld. Dus we hebben een goede begeleiding, ook tijdens de krachtsessies. Dus we zijn echt goed omkaderd. De bedoeling van de belofte is de kloof die er nog is tussen jeugd en eerste ploeg, van dat te dichten. En dat kan alleen maar door de frequentie van uw trainingen te verhogen. Dat is ook nu gebeurd, want die gasten, die spelers, trainen 5 tot 6 keer. Er zijn ook de linietrainingen bijgekomen, waar dat er meer een individuele aanpak wordt gehanteerd. Dus echt op de tekortkomingen per positie wordt er dan gewerkt. Dat moet ervoor zorgen dat de doorstroming van jeugd naar eerste ploeg gemakkelijker gaat verlopen. Spelen, kom in de bal. Ja, hup. Oké, play. Inside komen. Kom maar, tempo, metertjes maken, belangrijk. Hup. Dus we hebben ook geprobeerd van elk jaar stappen te zetten. In de omkadering, die zijn er zeker gebeurd. Maar ook in de kwaliteit van de spelers. Vorig jaar waren we een ploeg die een rustig seizoen konden meedraaien. Nu moeten we die lat hoger durven leggen. En mikken naar de eerste positie, eerste 5. Dat moet haalbaar zijn met deze kern. Wat is de bedoeling van een beloftewerking? Dat zijn spelers klaarmaken voor de eerste ploeg. En als daar 1 speler tot 2 spelers kan doorstromen, dan is onze taak volbracht. Of dat gaat lukken, we zullen zien. Die ruimte is er ook. Ik ben aangenaam verrast dat Beerschot een ploeg is die kansen geeft aan hun jeugdspelers. Er zijn 4, 5 spelers mee kunnen gaan, of mee de start van de voorbereiding kunnen meemaken met de eerste ploeg. Er zijn er ook een aantal die mee op stage zijn kunnen gaan. Er zijn weinig clubs in 1A die ruimte bieden. Dus op dat vlak zie ik het echt positief in.